bipolaire stoornis, psychose, zwangerschap en bevalling. Een hele mond vol. Mijn naam is Irene van der Vriezen en het is een buitengewone eer om uw gastvrouw te mogen zijn vanavond. Dus u hoort me een beetje verkouden, maar we komen er hopelijk doorheen vanavond. Ik ben directeur van Stichting Hersteltalent. Ik ben bestuurder van kenniscentrum Frenos. Frenos is een kenniscentrum voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. En adviseur van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. En mij is gevraagd om een klein beetje wat te vertellen over Stichting Hersteltalent. Hier ziet u ons hok, niet heel erg modern, maar dat heb je als je zelf alles moet betalen. We zijn dus een zelfregiecentrum waar mensen werken met eigen ervaring. En voornamelijk met eigen ervaring met psychische aandoeningen of fysieke aandoeningen. En we proberen onze talenten te ontwikkelen en zo tot mooie dingen te komen. Dus soms doen we opdrachten voor de GGZ, soms doen we opdrachten voor de gemeente. En inmiddels gaat het zo goed dat we hopelijk per januari kunnen zeggen dat er 3 dependances bijkomen. En wel in Middelburg, Vlissingen en Oosterkapelle. Nou, dat is een buitengewone eer om dat ook weer te mogen ontvangen, want het gaat stapje voor stapje steeds beter. Maar goed, genoeg over Hersteltalent, want het gaat vanavond over heel iets anders. U hoort misschien iemand al lachen in het publiek, maar 15 maart van dit jaar, zo kort geleden was het nog maar, zat ik in de auto s'avonds laat met Petra Drie, die zit hier op de achterbank. En Petra die was net als ik naar een boekpresentatie geweest van Hart voor de GGZ. En dat is van een psychiater, Herman van Staveren, die erg bevlogen is over het vak. En Petra die zat op de achterbank een beetje te mopperen. En die zei, waarom doen ze nou nooit eens wat in Zeeland aan de World Bipolar Day? En ze zei, ja, dan doe je het toch gewoon lekker zelf. En toen zag ik die mond openvallen. En diezelfde avond, jij ziet die telefoon al, zat ze nog te bellen. En had ze bijna al haar sprekers bij elkaar. Dat leidde tot de eerste bijeenkomst op uw ruimtetal, de World Bipolar Day. En ik kan wel zeggen dat het gewoon een enorm succes werd. Ook toen mocht ik deze avond voorzitten en daarna kwam John Knappers, ambassadeur van de Fonds Psychische Gezondheid, die wat vertelde over zijn ervaring met de bipolaire stoornis, psychose en herstel. Petra zelf vertelde haar herstelverhaal. En mocht u haar niet kennen, zoek eens naar de site www.petra.nl. Er was een film van Jeroen Zwaal, die prachtige kunst maakt. En we maakten kennis met de U-cel-methode van Mehmet U-cel. En ik weet, George, jij achter in de zaal, en je zei net tegen mij, ik heb mijn herstel te danken aan Mehmet. En inmiddels hebben we een film mogen maken waar ik echt trots op ben, want Zeeland staat gewoon voorop als het gaat over de U-cel-methode. Dus ja, dat is wel een hele bijzondere situatie. Zoals ik u al zei, dat werd een hele geslaagde avond. En Petra die had gewoon zin in meer. En Petra heeft hier een hekel aan natuurlijk als ik haar in het zonnetje zie. Maar ik ga toch even doen, Petra. Ik ga je toch even vragen om te gaan staan, want het is buitengewoon dat je wederom. Even alsjeblieft een applausje voor Petra. Ze heeft het wederom voor elkaar gekregen om een heel sterk sprekersveld te organiseren. En wat dat betreft, alle lof voor Petra. Dit keer is het thema zwangerschap en bevalling. En natuurlijk wel in het kader van de bipolaire stoornis en de psychose. Zwanger zijn en krijgen van een kind is voor de meeste vrouwen en natuurlijk ook mannen een hele vreugdevolle gebeurtenis. Maar voor vrouwen met een bipolaire stoornis, sommige mensen kennen het nog als manische depressiviteit of een psychotische aandoening, ja, dan gaan er toch allerlei vragen ontstaan. Hè, want is het nou erfelijk? Hè? Krijgt mijn kind het misschien later ook? En als ik dan zwanger ben, wat is dan de invloed op mijn bipolaire stoornis? En hoe zit het met medicatiegebruik tijdens de zwangerschap? Nou, vanavond gaan we het hierover hebben. En het wordt dan toch een beetje tijd om eens even over het programma te gaan praten met u.
zo direct met een presentatie van Brenda Vrooyen. Maar ja, Brenda is er niet. En dat is een hele goede reden voor. Want Brenda is een Belgische ervaringsdeskundige, ze is leerkracht, ze doet eigenlijk van alles, schrijfster. En ze heeft een tweede boek uit. En dat tweede boek dat moet gepromoot worden. Dus ja, daar heeft ze ineens zo'n volle agenda door gekregen dat ze helaas niet hier kan zijn. Maar we hebben gelukkig wel een prachtige film over haar ervaringen in de GGZ. Het feit dat zij een kraambedpsychose kreeg en hoe het gegaan is met haar eerste boek. En dat eerste boek, dat heet Kortsluiting in mijn hoofd. En u heeft misschien al een beetje hier in onderhoek heeft u gezien dat er een doos staat, als het goed is. Waarop staat dat u in de aanmerking kan komen voor bepaalde cadeautjes. Nou, een van die cadeautjes is het boek van Brenda Vrooyen. We hebben er zelfs twee, geloof ik. Ja. Dus mocht u daar kans op willen maken, stop. Nee, ik vind het zo leuk om die boeken. Kijk, u ziet mijn naam. Dus zet uw e-mailadres erop. U hoeft niet kortsluiting in mijn hoofd, maar ja, dat vond ik zelf wel grappig voor dit ding. Maar, want u kunt echt werkelijk voor alles in aanmerking komen. En stel nou dat u zegt, ik hoef die hele kortsluiting in mijn hoofd niet, maar straks wil ik wel Karin den Oudskom ook nog wat vertellen. Ik wil gewoon een coaching sessie van Karin den Oudskom. Ja, dan hoop ik maar dat u daarvoor in aanmerking komt. De eerste die trekt, die kan kiezen hoor ik. Dus het wordt nog veel gekker. Gewoon fantastische prijzen. Na de presentatie van Brenda komt mijn zeer gewaardeerde collega Karin den Oudskom. En ik zeg niet voor niets heel gewaardeerd, want Karin is net als ik ook iemand die, inmiddels ben ik directeur van een stichting, maar jij bent ook nu als ZZP'er bezig, ook betrokken bij een stichting en ik kan u verzekeren, dat is buitengewoon hard werken. Karin is ervaringsdeskundige en professioneel coach. Haar persoonlijke ervaringen hebben geleid tot het schrijven van twee boeken. En het eerste boek heet Na het winnen ga ik dood. Nou, je kunt zich voorstellen dat dat een bijzondere inhoud heeft. Daar gaat ze ons ongetwijfeld veel meer over vertellen. Misschien wil ik even gaan staan, Karin, want we zien de mensen al even. Karin en Alistair. Het tweede boek heet Angst en Onrust. En daarna maakten ze zelfs een site, www.kraambedpsychose.nl. Maar daar stopt het niet bij, zoals bij veel ervaringsdeskundigen, want die gaan maar door. Ze zetten ook haar eigen praktijk op, psychecoach.nl. Ze starten een nieuw project, een stichting, MIMAM, als ik het goed zeg. En MIMAM ondersteunt moeders met psychische klachten na de bevalling. Ze geeft trainingen, gastlessen, workshops binnen de kraamzorg, de verloskunde, de verpleegkunde. Ze doet ook nog wat bij Samensterk zonder stigma, het houdt allemaal niet op. En het is inmiddels dé contactpersoon voor moeders die last hebben van psychotische klachten na een bevalling. En als u nou dus van voor haar coaching sessie in aanmerking wil komen, stop dat liefst in die doos, hè, want dat is echt belangrijk. Nou, dan krijgen we nog de mogelijkheid om vragen te stellen. We gaan even pauze hebben en in de pauze heeft u misschien ook al gezien hiernaast. Staan collega's van mij van Stichting Hersteltalent met het spel Steek je los. Nou, ik zou zeggen, kijk daar eens naar, want dat geeft bijzondere mogelijkheden. Er staan mensen van allerlei organisaties, volgens mij van Samen Sterk, van Anoxis, van alles wat. Dus er is informatie aanwezig. Dus nou, neem kansen waar en vul weer dat briefje in. Dan gaan we na de pauze naar Anja Stevens. En misschien wil Anja ook even gaan staan, want ik zie dat ze gearriveerd is. Anja Stevens. Anja Stevens is het hoofd van het specialistisch centrum bipolaire stoornissen van GGZ-instelling Dimens. En voor u denkt, wat is dat? Dimens is in Zwolle, zeg maar, het emergis verhaal. Hè? Zo kan ik het wel zeggen, ja. Zij doet onderzoek naar de invloed van slaapverstoring op het ontstaan van een kraambedpsychose. Nou, daar zal ze ongetwijfeld alles over vertellen. Ook over, ik neem aan, wat bipolaire stoornissen nou helemaal met zwangerschap heeft te doen en hoe je dan moet handelen. Dus we zijn zeer benieuwd. Ook
zij heeft boeken bij zich, Vervreemd van mezelf. En dat heeft u samen met iemand anders geschreven. En Elzo, de bipolaire beer, waarvoor ik echt zelf nu een briefje ga invullen. Dat weet ik nu al, want dat lijkt me echt fantastisch. En ik heb begrepen dat die vertaald is vanuit het Amerikaans. Dan hebben we de vragen. En dan krijgen we natuurlijk het belangrijkste van de hele avond, de verloting. Vervolgens gaan we de bijeenkomst afsluiten. Daarvoor we het eigenlijke programma willen beginnen. En ik zag iemand met een doos zitten, de gouden doos. Aniek, we zijn echt heel erg trots dat we deze bijeenkomst gratis kunnen aanbieden. Maar we willen er nog veel meer aanbieden. Dus mocht u een vrijwillige bijdrage willen doen voor meer van dit soort bijeenkomsten, dan houden we ons zeer aanbevolen. Deze bijeenkomst wordt onder andere mogelijk gemaakt door de Vereniging voor Manisch Depressieve en Betrokkenen, Anorexis en het Landelijk Platform voor GGZ. En niet te vergeten, Emergus natuurlijk, voor het beschikbaar stellen van deze zaal en de prachtige catering die er allemaal bij hoort. Heel veel dank daarvoor. Nou, we komen langzamerhand door alle plichtplegingen heen. Rest mij nog het laatste te vragen. Ik vind het heel fijn als u uw mobiele telefoon de afloop weer aanzet. Ja? Goed luisteraar hoort in. Ik zie allerlei mensen grijpen naar hun telefoon. Goed, we gaan starten met de video van Brenda Vrooyen. Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartum psychose krijgt. Ze heeft hallucinaties waarbij de grens tussen realiteit en waan vervaagt. Haar psychose haalt haar hele leven en dat van haar omgeving overhoop. In september 2014 verscheen haar boek Kortsluiting in mijn hoofd als een vorm van verwerking van wat ze had meegemaakt. Zelfs richt ze als een recht van antwoord op de misstanden die ze had meegemaakt in de GGZ. Inmiddels heeft ze samen met een directeur van een psychiatrische instelling heeft ze ook samen een voorstelling gemaakt naar aanleiding van dit boek, die in 2017 in de theaters in België zal gaan spelen. En intussen is, zoals u heeft begrepen, een nieuw boek uitgekomen en dat heet Uitgedokterd. En dat is dus de reden van haar afwezigheid. We gaan ook heel graag kijken naar de video van Brenda over haar ervaringen in de GGZ en over haar eerste boek. Veel plezier. Niet heel onbescheiden, onbelgisch zelfs, maar ik geloof in een zelfhelend vermogen. Ik geloof dat mensen een enorme kracht hebben om zelf een stuk te helen. Als je valt en je hebt bloed en je verzorgt dat niet, dat gaat toch nog helen. Misschien het duurt langer, maar het kan. Misschien met meer littekens. Dus het is fijn als hulpverleners daarbij helpen, maar mensen hebben een enorme kracht. En daarmee bedoel ik niet dat mensen die bijvoorbeeld in een depressie blijven hangen, geen kracht hebben. Integendeel, ik heb ook een depressie gehad na de psychose. Er is geen moment dat ik harder heb gevochten dan tijdens mijn depressie. Want ik vocht om niet mijn polsen door te snijden. Ik vocht om niet voor de trein te springen. En ik vocht om niet het touw op te hangen aan de zolderballen. Ik vind mensen met een depressie een van de krachtigste en sterkste mensen die ik ken. Dus het zelfhelend vermogen, mijn werk en vrijwilligerswerk, mensen hebben zoiets nodig. Ik had iets nodig om voldoening van te krijgen. Ik ben eerst als gids begonnen in het Dr. Vizelin Museum in Gent, dat is het museum van de psychiatrie. Dan ben ik eigenlijk beginnen werken terug als leerkracht, halftijds. En dan ben ik zelfstandig geworden om deze soort lezingen te doen. En dat geeft mij ontzettend veel voldoening. En in België zijn er ontzettend veel mensen, patiënten, die ook vrijwilligerswerk doen, ervaringsdeskundigen, en in België wordt dat nog niet betaald. En dat geeft heel veel, dan tel je niet mee. Als je geen loon hebt, tel je in België niet mee. En dat is zo erg voor je zelfwaardegevoel. En dan, mijn boek is uiteindelijk mijn allergrootste vorm van herstel geweest. Ik heb alles van mij afgeschreven. Daar staat het in, mijn frustraties, mijn psychoses. En elke keer als ik iets geschreven had, kon ik een bladzijde omdraaien. En dan nu, waar sta ik nu? Ik neem geen medicatie meer, al een jaar niet meer.
En nee, ik ga niet altijd naar de psychiater, want ik heb geen medicatie meer en ik vond het te duur om er altijd naartoe te gaan. Ik word wel nog opgevolgd door een mobiel team, maar ik heb geen therapieën of weet ik wat meer. En dan zeggen mensen, oei, moet je niet. Hè? Maar wat is mijn therapie? Dat zijn mijn lezingen. U ziet dat misschien niet, maar ik ben nu op dit moment weer aan het herstellen. Bij elke keer dat ik mijn verhaal vertel, herstel ik weer een beetje. Dus die lezingen betekenen heel veel voor mij. En ik geef ook cursussen herstelverhaal schrijven. En daar haal ik ook enorm veel uit. Want wat ik merk is, heel veel patiënten worden beter niet door geholpen te worden, maar door zelf te helpen. En tenslotte, 18 minuten zijn erbij. Wat mij uiteindelijk het meest heeft geholpen, zijn 4 ongelooflijke kerels. 4 ridders. Zij hebben de draak overwonnen en zij hebben de prinses gered. En ik kan alleen maar zeggen, meet my experts. Dank u wel. Ja, ik geloofde het dus niet, hè, toen ze bij me in de zaal zat. En ze zei van, nou, ik ga een boek schrijven. Maar ze deed het. En ze kwam al verschillende keren terug. En ik heb een fantastische discussie zien voeren met mensen in de zaal. Met name ook met hulpverleners van Emergens, maar ook met andere hulpverleners. En dat was vuur. En uitstekend vond ik. He, want al die ervaringen mogen er zijn. En natuurlijk doet ze een beetje een grapje over de verschillen tussen België en Nederland. Maar ze heeft inmiddels... Ik ook een beetje achter dat in Nederland de verschillen soms ook heel groot zijn. En dat zeker mensen die al heel lang met de psychiatrie te maken hebben gehad, waarvan er hier misschien ook een aantal in het publiek zitten, die hebben net als zij ook te maken gehad met fixatie. Dat is in Nederland iets wat heel lang weg is. Maar als je, nou ja, inmiddels ben ik ook redelijk bejaard geworden. Maar ook ik heb daarmee te maken gehad. En dat was voor Brenda een enorme eye-opener. Dat dat ook in Nederland een hele lange tijd nog gewoon normale praktijken waren. We gaan naar, ja, ze is er niet, dus we kunnen haar geen vragen stellen. We zullen wel straks ook bij het vragenhoortje van Karin misschien wat daar ook op ingaan. We gaan over naar Karin van Oudsen. En ik heb haar al een beetje aangekondigd. Karin, de kom pas naar boven. Misschien moet je een handje helpen, want het is een akelig trapje. Karin die werd in 2008, 5 dagen na de bevalling, acuut psychotisch. En nog maar 4 jaar later had ze 2 boeken geschreven en zette ze een website online. En ze kreeg zoveel reacties dat ze een ervaringsgroep begon. Uiteindelijk leidde het tot haar eigen praktijk, psychocoach. En ik wens u heel veel plezier met haar verhaal. De zekerheid ga ik nog even testen. Ja, hoe doet het? Kan ik mij even staan? Ja? Nou, ik ga het vandaag hebben over de impact van uitspraken. Ik wil natuurlijk allereerst Irene en Petra bedanken dat ik hier mijn verhaal mag vertellen. Dat ik daar ook iets omheen mag vertellen. Maar mijn doel van mijn verhaal is de impact van uitspraken. Dat is het onderwerp wat ik voor vandaag uitgekozen heb. Dit ben ik. Het is alweer een tijdje geleden. Ik ben afgestudeerd aan de leraaropleiding wiskunde en economie. Dus ik ben bevoegd docent om wiskunde te geven. Alleen uiteindelijk ben ik niet voor de klas gaan staan, maar ben ik het bedrijfsleven ingegaan en heb ik 22 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Allereerst bij een grote multinational verzekeringsmaatschappij de laatste 15 jaar. Tot aan 2014 bij een grote multinational, bij het pensioenfonds. Dus de foto die u hier ziet, die is in een soort serverruimte, de computerruimte, die werkt daar als ICT'er.
Ik had het ontzettend naar mijn zin gehad daar. Maar zowel ICT als wiskunde, dat zijn eigenlijk het oplossen van problemen. En dat is ook een beetje de kern in mijn leven, want ik kreeg ook inderdaad wel een probleem op te lossen. Ik zal eerst een beetje vertellen over mijn achtergrond. Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. En bij mijn oudste zoon, 19 jaar geleden, kreeg ik een depressie. En bij mijn jongste zoon, in 2008, daar ging het dus mis. En goed mis. En daar ga ik dus, zometeen komt er een korte film van ongeveer 4 minuten. Ik kan je vertellen, het is vrij heftig om te zien. Maar realiseer dat ik hier nu sta nog steeds en dat het goed met me gaat. Maar ik kan me voorstellen dat het best een impact heeft. Dus hij wordt hierna, start hij automatisch op. En daarna gaat mijn presentatie weer verder daarover. Dus een probleem te verwerken. En inderdaad, vanuit mijn wiskunde en ICT-achtergrond zocht ik altijd naar oplossingen. Maar ja, hoe ga je zoiets verwerken? Dat is best lastig, hè? Iedereen weet vaak hoe je van een gebroken been herstelt, maar vanuit een kraamlippsychose, zoals men dit noemt, wordt het toch een stuk lastiger. Hoe ga je dat doen? Waar ik allereerst mee te maken kreeg, is een groot schuldgevoel. Van hoe heeft het nou zo ver kunnen komen? Dat ik met mijn kindje samen uiteindelijk in het Erasmus MC beland. En heb ik mezelf niet goed verzorgd? Had ik er iets aan kunnen doen? Ja, dat zijn allemaal vragen. Waarom overkomt het mij? Dat zijn allemaal vragen die ik mezelf ging stellen, maar uiteindelijk. Daardoor werd het schuldgevoel misschien alleen nog maar groter. Dus dat hielp me eigenlijk niet zo goed. Maar dat gevoel was er natuurlijk wel. Ja, en iedereen is wel eens bij een huisarts voor klachten. Dan ben je een patiënt, hè? Niemand vindt dat raar. Maar een psychiatrisch patiënt, dat wordt toch wel een heel ander verhaal. Ik had zelf het idee dat het levensgroot op mijn voorhoofd getatoeëerd stond. Ik ben een psychiatrisch patiënt. En dat is ook een label waar je dan uiteindelijk mee om moet leren gaan. Uiteindelijk, toen ik nog ziek was, heb ik daar best last van gehad. Maar toen ik eenmaal hersteld was, toen dacht ik van, goh, ik ben toch nu wel blij dat het niet op mijn voorhoofd getatoeëerd staat. Want het leven ging voor mij ook gelukkig weer verder. En in een hele positieve zin. Ja, hoewel ik natuurlijk op vele vlakken een flinke val had gemaakt. Je belandt in een soort valkuil. Voor mijn gevoel dan. Ik was op allerlei vlakken ben je ontzettend uit balans. Psychisch hoef ik misschien nog niet eens iets over te vertellen. Dat lijkt me best logisch. Maar ook energetisch. Ik was ontzettend moe. Ik was zo lang ellendig. Ik had vrijwel geen energie meer. Lichamelijk gezien, ik was ontzettend veel kilo's aangekomen. Je houdt vol vast als je medicatie krijgt. En spiritueel gezien, ik dacht zelf op dat moment, toen ik in de psychose zat, ik was God geworden. Tot wie ga je dan een schietgebedje doen? Dat is ook best een lastig probleem. Maatschappelijk gezien maak je ook een hele val, want ik had een goede baan in het bedrijfsleven. En dan ineens sta je op een heel ander niveau voor je gevoel.
emotioneel gezien, goh, alle gevoelens en alle emoties die naar boven kwamen. Heel heftig om die te moeten verwerken, om die allemaal een plekje te kunnen geven. En sociaal gezien zijn er een aantal vriendinnen die geen contact meer met mij wilden. Vanwege dit gebeuren. Ook heel verdrietig om te zien, maar degene die mijn getuige is geweest tijdens onze trouwerij, ja, die wilde geen contact meer met mij. En ik ken haar al vele jaren. Dus dat is best wel droevig dat ook sociaal gezien daar het een en ander gebeurt. En dan zijn er altijd mensen, ja, toen ik op een gegeven moment een beetje, ik was uit de opname. En ja, dan ging je eens met mensen praten op het schoolplein. Mijn oudste die zat toen de tijd nog op de basisschool. En dan hoorde ik van andere moeders van, goh, vertelde ik wel eens wat ik zei, nou, met mij is het niet zo lekker gegaan. Maar in ieder geval, nee joh, ik heb ook depressieve klachten gehad. Dat gaat vanzelf wel weer over. Ja, psychotische klachten is toch echt een heel ander verhaal. Mijn verloskundige, die had op het moment toen ik opgenomen werd, tegen mijn familie gezegd, ze wist toch waar ze aan begon. Er zijn een heleboel dingen waar ik wist waar ik aan begon, maar ik had dus nooit gedacht dat ik in een psychose terecht zou komen. Sterker nog, ik had nog nooit van het woord gehoord. Dus dat was, was een beetje een vervelende opmerking. En wat ik ook vaak te horen kreeg van, goh, hield je dan niet zo erg van je kindje? Ja, ik kon daar eigenlijk niet zoveel mee. Dat waren uitspraken, ja, dat zijn hele heftige uitspraken waar je niet mee verder komt. En dan krijg je ook altijd mensen, die weten allemaal de oorzaak van kraamwerkpsychose. Inmiddels weet ik er misschien wel meer van dan een gemiddelde hulpverlening. Dat durf ik misschien best wel te zeggen. maar iedereen wist het ineens. God, er is iets ergs gebeurd in je jeugd. Ik heb een prima jeugd gehad. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar, 50 jaar getrouwd. En mijn broer heb ik altijd goed mee op kunnen schieten. Dus daar is nooit iets heftigs gebeurd of wat dan ook. Je leeftijd speelt een rol. Ik was destijds 39. Ja, dat wordt zomaar tegen je gezegd, zonder enkele aanleiding. Het zijn vaste hormonen. Ja, dat is misschien wel, zou je denken na een bevalling, zou dat de oorzaak kunnen zijn? Maar ook dat is, weet ik zelf uiteindelijk door onderzoeken vastgesteld, dat het niet de oorzaak is. Maar het wordt ook maar even als oorzaak genoemd en zomaar tegen je verteld. Dan zouden mijn voorouders een trauma hebben ervaren. Nou ja, we leven in Nederland, ik denk ongeveer 70 jaar geleden was hier oorlog. Dus ongetwijfeld zullen mijn voorouders wellicht een trauma gehad hebben. Maar of dat nou een kraamwerkpsychose veroorzaakte, dat denk ik niet. Dan zouden er meer vrouwen, bijna alle vrouwen die gaan bevallen, zouden misschien wel een psychose moeten ervaren. Dus daar kon ik me ook niet in vinden. Jij bent spiritueel ontwaakt. Ik vind dat ook best wel een heftige opmerking. Ik kon er eigenlijk ook niet zoveel mee. Ik worstelde al met mezelf en dan zijn heel veel mensen die het ineens weten. Of het komt door een zware bevalling. Ja, natuurlijk was die bevalling zwaar. Maar of het nou op een zware bevalling dan rechtstreeks het gevolg heeft dat een moeder psychotisch wordt, ik geloof ook niet dat dat zo is. Je zorgt er niet goed voor jezelf. Ook een uitspraak waar ik ook eigenlijk niet achter kon staan. Ik zorg altijd wel dat ik aardig verzorgd uitzie. Maar iedereen denkt dan ineens de oorzaak te weten. En dat vond ik ook best lastig als het allemaal tegen je gezegd wordt. Dus er komen allemaal opmerkingen uit diverse kanten. En ik kon er eigenlijk niet zoveel mee. Ja, toen bedacht ik eigenlijk van, goh, welke weg wil ik gaan? Ga ik gewoon verder met mijn leven? Ik doe die deksel op die beerput. Ik praat er niet meer over. Ik ga verder met mijn IT-werk. Ik ga verder met programmeerwerk. Ik ga websites. Toen beheerde ik al een website. Of ik ga wiskunde geven. En we praten er verder niet over. Dat was voor mij misschien wel de makkelijke weg. Maar toch heb ik daar niet voor gekozen. Omdat ik uiteindelijk ook wist
dat andere moeders ook met dergelijke klachten te maken kregen. En ik heb toen de tijd een jaar lang telefonische coaching aan andere moeders gegeven. Gewoon gratis. Ze konden mij 's avonds bellen en konden gewoon praten van, God, wat heb je nou meegemaakt? Hoe is het voor jou geweest? En ja, dat heeft me uiteindelijk zo ver gekregen, na het schrijven ook van die boeken en na het opzetten van een website, dat ik dacht van, ik wil hier toch meer mee. Dus ik heb zeker voor die moeilijke weg gekozen, maar het heeft niet weerhouden om toch ook opleidingen te gaan beginnen en ja, verder middenin te verdiepen. Gewoon omdat het wat meer bekendheid te krijgen, te geven en ook andere moeders daarbij te helpen. Ja, dit is nog twee stukjes die zijn de goed en de fout kantjes. Die heb ik toen de tijd toen ik opgenomen was in het Erasmus MC geschreven. Wat bij mij goed ging. Ik zat nog in de psychose toen de tijd. En wat mij toen geholpen heeft, is om mij goed aan de medicatie te houden. En het dagprogramma aan te houden. En zo zijn er een aantal dingen waardoor ik kon herstellen. Zo heb ik mezelf een beetje geholpen. En als het fout ging, dan nam ik andere, dan ging het die kant op, aan de rechterkant. En toen wist ik dat ik niet goed zat. Dus zo heb ik het voor mezelf proberen, voor mezelf meer of meer op te lossen. Dit is ook een tekening die ik tijdens een psychose heb gemaakt. Ik heb op een gegeven moment aan de hulpverlening proberen uit te leggen wat een psychose inhoudt. Ze zat me ongelooflijk aan te kijken. Maar ik heb dat toen getekend. En tegenwoordig geef ik gastlessen ook in het Erasmus MC. Ga ik ook deze tekening helemaal uitleggen. Wat voor u misschien heel erg abracadabra is, is voor mij compleet logisch. Ik wil u nog op één ding wijzen. En dat vond ik zelf altijd wel bizar. Ik ben er pas later achtergekomen. Dat die hokjes hier rechtsonder, over waar ik geen besef van had. Ik had op een gegeven moment geen besef meer van tijd. Ik had geen besef meer waar mijn spullen staan. De mensen, de plek waar de mensen stonden, de mensen en spullen, die verdwenen. Zoals u uit het filmpje kon zien. En ik had op een gegeven moment telepathie. Ik had allemaal geen besef meer van bepaalde dingen. Alleen het vakje waar ik nog wel besef van had, was altijd leeg gebleven. Dus dat geeft wel aan dat het niet helemaal goed ging toen. Ja, toen begon ik inderdaad mijn eerste boek te schrijven. Mijn eerste boek heb ik geschreven om alles voor mezelf chronologisch op volgorde te zetten. Ik wilde weten wanneer wat gebeurd was. En ik heb zo ongeveer alle triggers, noemen ze dat dan. Triggers, dat zijn een soort kenmerken. In een psychose. Ik heb ze ongeveer allemaal gehad. Staan ook in dat eerste boekje. Dus als je heel snel op de hoogte wil zijn van hoe een kraampsychose, hoe dat werkt, dan raad ik je aan om deze te lezen. Dus dan ben je heel snel op de hoogte. Wellicht in een uurtje kun je dit uitlezen. Dus het was eigenlijk meer met mijn verstand bedacht hoe ik alles ging verwerken. Ja, en toen kwamen nog de gevoelens en de emoties. Daar ging ik in mijn tweede boek mee aan de slag. Die was ik gewoon helemaal vergeten. Ik dacht, ik heb nu alles op mijn rij. En toen bij mijn tweede boek, toen heb ik alleen maar zitten huilen. Ik heb alleen maar tranen. Ik heb ongelooflijk zitten huilen. Een hele lange tijd dat ik het boek geschreven heb. Om een voorbeeld te noemen. Toen ik opgenomen werd in het Erasmus, toen was... mijn babytje die was daar toen al. Die was daar toen door mijn man gebracht. En toen had hij een babypakje aan dat ik niet kende. Nou, dat is zo ongelooflijk pijnlijk als moeder om dat te ervaren. Om dan je eigen kind, ik had het geluk dat ik hem nog herkende in de psychose. Maar om dan in een babypakje te zien wat niet door mij uitgekozen, wat ik helemaal niet herkende. Dat vond ik heel vervelend. En zo zijn er nog honderd en een andere... dingen die voorbij gekomen zijn, wat gewoon heel pijnlijk was. Maar wat ik wel beschreven heb, omdat ik dat wel nodig vond.
In 2012 begon ik een website kraamhetpsychose.nl. En ja, omdat ik wilde gewoon na het schrijven van die twee boeken, wilde ik gewoon meer informatie geven vanuit mijn ervaringsdeskundigheid. Inmiddels uit het Erasmus MC had ik ook genoeg informatie gekregen. En ja, daar ontstond een ervaringsgroep uit. Inmiddels is dat een groep van ongeveer 45 moeders uit heel Nederland, die ook psychotisch zijn geraakt na de bevalling. Dus ja, we kunnen met elkaar overleggen. Er is ook een aparte Facebookgroep voor, dat moeders elkaar kunnen vinden. Want dat vind ik wel belangrijk, dat ze ook met elkaar kunnen verbinden. Dat ze dus ervaring met elkaar uit kunnen wisselen. Maar ook die groep, je weet het natuurlijk vanuit je eigen ervaring, maar dan hoor je ook dat er best wel een heleboel vergelijkbare gevoelens bij de moeders naar boven komen. Er is een enorme schaamte en sommige moeders willen ook niet aan die periode herinnerd worden, die vinden het te pijnlijk. Ook schuldgevoelens spelen een rol, de onmacht en de onbegrip van anderen. En ook stigmatiserende uitspraken die mensen kunnen doen. Dat is ook voor de moeders vaak heel herkenbaar. Ja, stigmatisering en misvattingen. Ik heb ze ook op de website gezet, met name de misvattingen. Dus het is een beetje een mengelmoesje van die twee. Stigmatisering, dat is het hebben van vooroordelen van mensen met psychische aandoeningen. Ik ben ambassadeur van Samenstel ik zonder stigma, daar is het logo ook van. En ongeveer 42% van de mensen in Nederland krijgt met psychische aandoeningen te maken. Dus dat is best wel veel. Maar als ik hem specifiek voor deze groep, die misvattingen wil, stigmatisering bespreekbaar wil maken en wil noemen. Allereerst denkt men vaak, het is een postnatale depressie. Dus postnataal, niet het goede woord, medisch gezien. Noem je het eigenlijk een postpartum depressie. Maar mensen denken vaak van het is een postnatale depressie die is wat verergerd en dat is een kraamhetpsychose. Maar dat is het dus niet. Het zijn twee verschillende aandoeningen, heb ik inmiddels begrepen. Nou, dan wordt vaak gedacht van die moeders hebben al een psychiatrisch verleden. Ook dat is niet waar. De meeste worden er compleet door verrast en dat is gewoon heel rot om dat natuurlijk te weten. Maar dat is zo. Een van de risicogroepen is de moeders die het voor het eerst gaan bevallen. Helaas is dat zo. Maar dus ze hadden al een psychiatrisch verleden, is niet juist. Nou, ik had het er net al over, die moeders verzorgen zichzelf slecht, daar is niets van waar. Of het zal wel door drugs komen. Nou, ik geloof niet dat ik een moeder in een groep heb zitten die ooit aan de drugs geweest is. Dus, het zijn geen goede moeders. Nou ja, je kunt natuurlijk erover discussiëren wat goed is en wat niet. Maar de moeders kunnen gevaarlijk en gewelddadig zijn. Vind ik ook eigenlijk niet. Nee, ik was zelf niet gewelddadig en ik hoor ook van andere moeders niet wel heel angstig. En vanuit angst kun je misschien hele vreemde dingen doen, maar gewelddadig of gevaarlijk, ik vind het nogal wat hoor. Best stigmatiserend. Nou, minder intelligent. Ik geloof dat we zelfs een psycholoog, een bedrijfskundige, ik ben zelf HBO opgeleid. Dat zijn ook vaak vrouwen met hele hoge opleidingen. Dus ook daar is niets van waar. En vanuit Samensterk zonder stigma in het algemeen denkt men dat psychische klachten komen door persoonlijke zwakte. Of dat een moeder met psychotische klachten is voor altijd gek. Maar ik ben 6 jaar geleden gestopt, heb ik de medicatie afgebouwd. En sindsdien heb ik mijn eigen praktijk en ben ik voorzitter van die stichting geworden. Dus mijn leven is toch ook wel weer verder gegaan. En voor veel van de moeders, of eigenlijk allemaal kan ik wel zeggen. Dus ik vind ook wel een beetje dat ik de taak heb om vanuit die groep te vertellen over de impact van uitspraken. Daarom heb ik het ze ook gevraagd in de Facebookgroep. Van goh, welke uitspraken zijn jullie dan tegengekomen? En dit is wat er tegen de moeders met kraamhetpsychose, met psychotische klachten wordt gezegd. Van goh, je wil alles onder controle houden. Of je bent overbezorgd, want dat ben je altijd. Kom eens uit je cocon. Je moet gewoon even doorzetten.
En wat zal je kind later van je denken? Ja, ik had net in het stukje van Brenda, die heeft natuurlijk al heel veel aandachtspunten genoemd. Dus ik vond het best moeilijk om daar nog iets aan toe te voegen. Maar stel die moeders gewoon vragen vanuit nieuwsgierigheid, van goh, wat is jij nou overkomen? Waar heb je behoefte aan? Wat helpt jou? En beschouw die moeder, die dat ervaart, als expert van zichzelf. Hè? Want zij voelt zelf haar eigen emoties, haar eigen gedachtes en haar eigen gevoelens. Geef haar de ruimte om op verhaal te komen. Hoe heftig soms dat kan zijn. Ik heb in het jaar telefonische coaching heb ik moeders gehoord die over hallucinaties hadden en over namen. En die ze mij gewoon ook alles wilden vertellen. Omdat ze weten dat het bij mij veilig is. Dat ik het zelf ook ervaren heb. En dat ja, ze niet bang hoeven te zijn dat ik het raar vind of dat ik ze niet begrijp. Nou, uiteindelijk geef ik, zoals iedereen eigenlijk al zei, trainingen binnen de kraamzorg, geaccrediteerde trainingen. Dus ik leg ook onder andere uit wat kraambedpsychose inhoudt vanuit ervaringskennis. Ik geef op de Vroskunde Academie in Rotterdam, geef ik volgens mij 1-2 jaar les en aan het Erasmus MC ook over kraambedpsychose. Dus dat doe ik door het geven van presentaties vanuit die ervaringskennis. En wat ik ook belangrijk vind is daarbij het bespreekbaar maken van stigmatisering. Dus dat moeders zich niet zo, dat er geen vooroordelen gelijk zijn. Dat is heel vervelend, want uit onderzoek is echt gebleken dat stigmatisering, dus het al vooroordelen hebben, dat kan een herstelproces belemmeren van de moeder. Nou, het vertellen van mijn eigen ervarings- of herstelverhaal. Ik heb een beetje een mengelmoesje gedaan van allerlei dingen die erbij gekomen zijn. En wat ik tegenwoordig doe, is coachinggesprekken. Ik ben professioneel coach geworden bij de NOPCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. En om eens te praten met moeders over hun schaamtegevoelens, over hun schuldgevoelens. Daar is nog zo'n berg werk te verzetten eigenlijk. Dus ik blijf ook constant nog studeren. Ik heb al een aantal opleidingen gedaan, dus ik vind het belangrijk. Ja, zoals ik al zei, dit is een beetje wat ik gedaan heb. En als laatste ben ik dus inderdaad voorzitter van Stichting Mimo. Dat is een stichting die we opgezet hebben. Ik zeg wel maar ik heb mezelf vorig jaar ben ik naar de notaris gegaan, omdat ik wilde het gewoon gaan doen. En uiteindelijk komen er nu steeds meer moeders, die vinden daar hun informatie. Kunnen daar hun ervaringsverhaal of hun herstelverhaal kwijt. En vanuit dat ervarings- of herstelverhaal vinden wij het belangrijk om te kijken van, goh, wat heeft er nou geholpen? Is dat medicatie geweest, een therapie? Maar dan gaat het eigenlijk niet alleen over kraambedpsychose. Dan gaat het over postnatale depressie. Dan gaat het over PTSS. En dan gaat het over dwangmatige gedachten. Tegenwoordig over OCS noemen ze dat dan. Wij vinden die ervaringsverhalen en die herstelverhalen zo belangrijk. Dat die moeders die blijven vertellen. Dus wilt u zelf, of kent u iemand die een ervarings- of een herstelverhaal wil delen met ons? Graag. Dan wordt het ook gepubliceerd op de sociale media. Nog ook altijd anoniem. Dus wij vinden het goed om dat ook te gaan verspreiden. Buiten ligt er een grote een intekenformulier als u op de hoogte gehouden wil worden van Stichting Mimo. Wat wij doen, wij zullen u niet overladen met e-mails, maar de ontwikkelingen die op dat gebied gaande zijn, daarvan houden wij u graag op de hoogte. En er staat een wasknijper bij me. En ik heb ze nu niet bij me, maar wat had ik eigenlijk moeten doen? Maar we willen graag, met een wasknijper willen we graag dat je was blijft hangen. En wij zouden graag willen, dat spreekt namens de andere mensen die in de Mimo werken, dat ook Mimo, de websitenaam, blijft hangen bij u. Dus ik zou zeggen, ga eens op zoek naar de website en neem contact met ons op als u wat meer wil weten. Ik hou het hierbij en ik wil u bedanken voor het luisteren naar mij. Luisteren.
Dus we willen u nu aan het woord laten. En Judith pakt als het goed is de microfoon. Wie mag het woord geven? Wie heeft er een vraag aan Karin? Of misschien nog wel een opmerking over Brenda, want het kan mij geen groter plezier doen dan twee zulke verschillende verhalen. Want het is u waarschijnlijk opgevallen. En zoveel mensen die een kraamwerkpsychose hebben, zoveel verschillende verhalen zijn er. Achter in de zaal gelijk heeft mevrouw een vraag. Nou, als u even wil gaan staan en uw naam wil noemen, heel fijn. Ik ben Coline Boelijn. Ik heb zelf ook een kraamwerkpsychose gehad. Bijna 27 jaar geleden, dus al veel tijd. Mijn vraag was het verhaal van Brenda. Eigenlijk heel negatief in de GGZ meegemaakt in verband met de kraamwerkpsychose. Dat zij dus gelijk na het ontstaan van de kraamwerkpsychose in de separeerde cel terechtgekomen is. Maar ik mocht kiezen. Bij mij zei ze van, wat wil je? Wil je op een kamer liggen met anderen? Of wil je in de separeerde? Nou, dat is geweldig. Ja. Ook dat mag benoemd worden. Ja, absoluut. Ja. Andere vragen? Gelukkig maar, hè? Er zijn verschillende ervaringen. Iedereen maakt het anders mee. Zijn er andere vragen? Maar iedereen zijn al zo vragen. Is er iemand die zegt, van, nou, dat gaat helemaal nergens over? Of wanneer krijgen we nou eens wat te horen? Was het zo duidelijk? Kijk eens, soms moet je een beetje kietelen, hè, voordat de mensen wat gaan vragen. Hoi, ik ben Loes van der Dussen. En wat ik wel interessant vind hier, is dat het echt een verhaal is van ervaringsdeskundigen en dat er helemaal geen wetenschappelijke cijfers bij om de boek komen kijken. Waarom heb je daarvan verteld? Ik weet ze wel. Ik heb heel veel contacten met het Erasmus MC, puur als het over kraamwerkpsychose gaat. Want daar is nog wel eens ook verwarring over, over wat een kraamwerkpsychose nou precies is. En ja, ik heb zelf als ervaringsdeskundige zoiets van, het is gewoon psychose gevoeligheid. Ja. En wij blijven een beetje buiten de wetenschappelijke cijfers. Daar gaan we Anja ook zo net. Ja, die gaat ons van ons in lossen, want het is haar vak. Ja. Dat is, we doen het op wat we hebben meegemaakt. Ik ben Marleen Zwart, ik werk voor de kraamafdeling in Goes. Ik heb mijn overbuurvrouw, die heeft vroeger een kraamwerkpsychose gehad. En ja, toen was ik nog heel jong, toen dat gebeurde, werd ik als leerling op de kraamdachten. En dat had bij mij heel veel impact, maar ik wist niet dat jullie dat allemaal nog onthouden hadden als je in de psychose zat. Dat, dat je dat nog weet wat je toen hebt gedaan. Dan had ik heb het er nooit met mijn buurvrouw achteraf over gehad, want ik dacht dat stuk is kwijt. Ja. En ik was ook te blij, denk ik, en te jong om dat wel te doen. Er zijn inmiddels geen buren meer, maar ik vond het wel interessant om te horen. Ik dacht dat ben je helemaal kwijt, dat stuk. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Ik weet wel uit ervaringsgroep dat er wel iemand is, minimaal één persoon waar ik het over gehad heb, die is inderdaad een heel stuk daaruit kwijt. Maar ik vertel het meestal zo van, ik zag zeg maar in psychose, zie je dan wel gewoon alles. Alleen je gaat andere relaties leggen. Dus je gaat bijvoorbeeld die witte flip over, die ga je ineens combineren met de lamp. Dus daar moet een relatie tussen zijn. Dus dan, je gaat hele andere verbanden ga je leggen. Omdat je zoveel verliest, al je gevoelens. Ik voelde mijn lichaam natuurlijk anders aan. De tijd klopte niet meer. Ik zag mensen en spullen verdwijnen. Dus je wordt eigenlijk helemaal binnenstebuiten gekeerd. En dan ga je een soort strohalmen pakken om toch nog iets van een soort zekerheid te creëren voor jezelf. Dus dan, voor mij waren dat bijvoorbeeld ook de piepertjes van de verpleegkundigen. Als die afgingen, dat was voor mij een bevestiging dat ik in mijn gedachten dat ik goed op weg was. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar, dus ik weet alles nog wel en ik heb het gelukkig ook wel gedocumenteerd in mijn boeken. Dus als ik soms teruglees, dan denk ik van, goh, ja, dat heb ik ook nog meegemaakt. Dus het ligt al wel ver achter mij, maar ik weet alles nog wel, ja. Dat was een veel voorkomende vraag, hè, dat mensen die psychose hebben, zich nog herinneren. En een groot aantal, ja, dat kan ook uit ervaring zijn, ik weet dat echt nog wel. Hè? Er zijn inderdaad mensen die wat minder herinnering daarvan hebben, maar... Het is goed om daar rekening mee te houden. Ja.
Zijn er nog andere vragen? Kijk eens. En deze schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Wilt u even opstaan en uw naam noemen? Hi, ik ben Jasmijn Honkoop. Ik vraag me af, als je nou een soort herkende signalen rijtje op zou moeten stellen, kan je daar iets over zeggen, zowel voor de mensen in de omgeving, of de hulpverleners, familie en voor die vrouw zelf? En jij gaf zelf aan dat ze een vreemd gevoel in je hoofd had. In hoeverre overvalt het je, of kan je het aan zien voelen komen? Ik vertel ook even gelijk vanuit de hele groep. Er zijn twee moeders, waaronder ik zelf, waarbij het heel acuut ging. Dus ik zat eigenlijk binnen een minuut. Op het ene moment was er niets aan de hand. En was ik super relaxed in de kraamtijd op de vijfde dag. Er is echt niets aan de hand. Er was helemaal niets te merken. De kraamverzorgster kon er ook helemaal niets achteraf in het kraamboek, kon je niets merken. Dus daar was dus twee personen uit de ervaringsgroep. Het was compleet acuut. Ik begreep ook Brenda volgens mij ook weer vrij acuut. Maar bij de andere moeders gaat het vaak geleidelijk. Dus gaan ze slechter slapen. Vaak is het slapen, wordt een probleem. Onrustig worden. Zo zijn er nog een heleboel dingen. Ik heb ze ook in mijn trainingen ook vermeld van waar je op kunt letten als je dat merkt. Een soort, als je zelf ook als kraamverzorgster een soort niet-pluisgevoel krijgt, van kan niet goed achterkomen, dan bijvoorbeeld het dag en nacht ritme omdraaien. Dit is ook een hele herkenbare. Ja. Stelt u de vraag om een speciale reden? Nee hoor. Oké, ik kon ze even uit de vak of. Nee. Ik zag nog een vrouw daar, volgens mij is mevrouw Nicolas. Ja. Hallo, ik ben Maya Jongeveer. Ik heb geen vraag, maar ik ben een soort opmerking. Veroorzaakt bij iemand gekraamd die bij de psychose gehad had. En daarna werd ze gewoon in het traject gezet. Want mensen denken alsof ze ook weer een psychose had. Is dat jullie ook bekend? Dat je dan ook gewoon naar de Erasmus gaat, al in de zwangerschap en de medicatie moet. Om het eigenlijk te triggeren dat het misschien dus voor gaat vallen in twee keer. Ik weet dat daar onderzoeken naar zijn geweest. Die onderzoeken zijn inderdaad geweest en ze kunnen tegenwoordig. De eerste kan eigenlijk niet voorkomen worden, maar de tweede dus wel. Ze gaan dan vaak, als de moeder bij de eerste al postpartum psychose heeft meegemaakt, dan gaan ze bij de tweede al beginnen na de bevalling met lithium. Overigens is het trouwens wel handig misschien om te vertellen wat nou precies dan een kraambedpsychose inhoudt. Want die ontstaat tussen het moment van de bevalling en ongeveer 4 tot 6 weken na de bevalling. Omdat dat te maken heeft met het omkeren van het immuunsysteem. Het heeft een rechtstreeks verband nog met de zwangerschap. En dat is een psychose ontstaan door een bipolaire stoornis. Is dat toch weer anders, hoewel moeders met een bipolaire stoornis, maar goed zo. Anja ook over kunnen vertellen. Maar die zijn natuurlijk ook wel gevoeliger om psychose te krijgen na de bevalling. Maar daar zit dus wel nog wel een verschil tussen, volgens de hulpverlening. Ik zou zeggen, we noemen het allemaal inderdaad psychose gevoeligheid. Dus ja. Maar is het dan wel zo, dus als je het één keer gehad hebt, dat je niet zeker weer gevoelig voor bent? Is dat jullie ook aanpakken? Dan behoort, heb ik begrepen, ook wel tot risico. Ja. Dit was de laatste vraag helaas. Ik wil Karin hartelijk danken voor je verhaal en voor het beantwoorden van de vraag. Graag een applausje voor haar. Graag gedaan. We hebben nu een korte pauze. Vergeet niet, als u in aanmerking wilt komen voor de boeken of voor de coaching sessie van Karin, om dat na in de doos te doen. En zo direct gaan we naar Anja Stevens. En Anja Stevens die gaat ons alles vertellen over de bipolaire stoornis en zwangerschap. Tot zo direct 8:30.